Ja, de titel van mijn presentatie is waarom je beter kunt proosten met gemeentepils. En dat is water in plaats van alcohol. En daar gaat mijn presentatie over. En ik ben inderdaad Lisette Capelle. Ik ben maagdarmleverarts in het Meander Medisch Centrum. Wat is alcohol? Nou, we kennen allemaal alcohol en alcohol heeft allerlei verschillende namen. Het heet ook wel ethanol. En als je het scheikundig bekijkt, zit er een plaatje boven, heet het C2H5OH. Maar eigenlijk is het een lichaamsvreemde, heldere en kleurloze vloeistof. En die kan niet in het lichaam worden opgeslagen. En alcohol kan gemaakt worden uit allerlei verschillende stoffen. Maar waar we het meest van kenden is uit druiven, dat is wijn bijvoorbeeld. Of granen, dat is bier. Of rijst, dus rijstewijn, maar ook aardappelen. Daar kan je ook alcohol uit maken en dan krijg je bijvoorbeeld wodka. En alcohol is een hele energierijke stof. 1 gram alcohol zit ongeveer 7 calorieën in. En als je dan 1 biertje drinkt, daar zit ongeveer 10 gram in. Dus dan zit je al meteen aan 70 calorieën. En wat gebeurt er dan? Als je dan 1 glaasje alcohol drinkt, wat gebeurt er dan? Dan wordt het eigenlijk meteen via de maag en de dunne darm geabsorbeerd en dat wordt dan omgezet in de lever. En de lever heeft ongeveer 1,5 uur nodig om die ene alcoholische consumptie af te breken. En dat breekt dan af in 2 eindproducten, dat is acetaat, dat heet ook wel azijnzuur, en lactaat. En als dat in steeds grotere hoeveelheden in die lever komt, dan heeft dat hele nadelige gevolgen, zoals je net al een paar keer hoorde, maar daar kom ik zo direct nog wat verder op terug. Hoeveel drinkt men nou in Nederland, maar ook wereldwijd? Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan en daar is ook in de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan. En dit is een figuur met 2 wereldkaarten en dat is uit een wetenschappelijk artikel in een tijdschrift, The Lancet heet dat tijdschrift. En die heeft in 2018 is dit gepubliceerd en toen hebben ze gekeken over de hele wereld hoeveel er nou precies wordt gedronken. En in die bovenste landkaart, dat gaat over de vrouwen en de onderste gaat over de mannen. Dat hebben ze dan in kleuren aangegeven en hoe donkerder de kleur, hoe meer alcohol er wordt gedronken, bijvoorbeeld donkerblauw, dan drink je meer dan 5 eenheden alcohol per dag per persoon. En wat in deze 2 figuren opvalt, is ten eerste dat vrouwen, dat is de bovenste figuur, minder drinken dan mannen. Want de onderste figuur is duidelijk blauwer dan de bovenste figuur. En wat ook opvalt is dat de meer welvarende landen, zoals Europa en Amerika, dat daar meer alcohol in wordt gedronken dan in de wat minder welvarende landen. Maar ook in Nederland is er vrij veel onderzoek gedaan naar hoeveel alcohol er nou wordt gedronken. Onder andere het RIVM heeft samen met het Trimbos Instituut in 2022 een hele grote gezondheidsenquête gehouden. En dan blijkt dat in Nederland in 2022 72% van de vrouwen en 82% van de mannen in ieder geval 1 alcoholische consumptie hebben gehad in 2022. Waarschijnlijk meer, maar dit kwam eruit. In ieder geval 1 is dus 72% en 83%. En als je dan naar de figuur die ernaast zit staat, ik ga even kijken of ik die kan zien. Ja, kijk, deze figuur. Dan zie je op die onderste lijn zie je alle leeftijdscategorieën. En op die lijn die hier staat zie je de percentages. En je ziet allemaal rood met blauwe balkjes. En dat gaat over de mensen die te veel drinken. Zowel de overmatige als de zware drinker. En dit zijn dus de leeftijdscategorieën. En dan zie je dus dat in alle leeftijdscategorieën er te veel wordt gedronken. Maar dat met name is in de jongere leeftijdscategorieën. Dus van 18 tot ongeveer 30 jaar. En dat bleek dus ook uit die gezondheidsenquête. En dan konden ze ook afzetten tegen de jongeren in het buitenland. En dan blijkt dat de Nederlandse jongeren die drinken vaker en meer alcohol dan de jongeren in het buitenland. Daarbij blijkt ook dat de Nederlandse jongeren vaker binge drinken. En daar kom ik nu op terug, want er is een heel groot instituut in Amerika, het NIA wordt het ook wel afgekort. En dat NIA, dat is een instituut wat zich volledig richt op alcoholgebruik en alcoholmisbruik. En die doen daar ook heel veel onderzoek naar en die geven adviezen, maar die stellen ook definities op van wat is nou te veel en wat zou het advies nou moeten zijn. En hun advies, dat is eigenlijk dus het internationale advies, is dat een vrouw maximaal 1 glas alcohol drinkt per dag of minder en een man maximaal 2 glazen of minder. En wanneer ben je nou een overmatige drinker? Volgens dit NIA-instituut, voor vrouwen geldt dat bij als je 4 glazen of meer op een dag drinkt of
8 glazen of meer in de week en voor mannen meer dan 5 glazen op een dag of meer dan 15 glazen in de week. En dat binge drinken, waar ik het net ook al over had, dat is dat je heel snel alcohol tot je neemt. Voor vrouwen is dat meer dan 4 glazen binnen 2 uur en voor mannen is dat meer dan 5 glazen binnen 2 uur. Weet je waarom dat verschil zo groot is bij die overmatige drinkers? Zie ik tussen vrouwen en mannen. Nou, voor de vrouwen is het dus 15. Dat is best ja, dus, dus 15 glazen in een week. En voor vrouwen is het 8 glazen in een week. Ja, dat heeft toch allemaal ook met het metabolisme te maken. Bij vrouwen gaat dat allemaal toch soms ook wat langzamer. En daar heb je er ook sneller last van. En zijn de gevolgen ook sneller nadelig. Ja. Groot verschil. Ja. Nou, wat zijn die nadelige gevolgen van alcohol? Dat zijn er een hele hoop. Als we eerst eens naar de cijfers kijken. In 2022 kregen ongeveer 4200 mensen kanker door het drinken van alcohol. En hoe meer alcohol je drinkt, hoe hoger ook het risico wordt. En wat we net al hoorden is dat roken een verhoogd risico geeft op kanker. Maar de combinatie van roken en alcohol is eigenlijk funest. Dat kan leiden tot een 5 tot 30 keer verhoogd risico op kanker in vergelijking met mensen die niet roken en alcohol drinken. En wat voor types kanker kunnen dan veroorzaakt worden door alcohol? Nou, wat we zeker weten is dat mond- en keelholtekanker, strottenhoofdkanker, slokdarmkanker, borstkanker bij vrouwen, leverkanker en dikke darmkanker, dat bij al deze soorten kanker is alcohol een grote risicofactor. Maar ook van andere soorten kanker weten we bijna zeker dat alcohol ermee gerelateerd is. Bijvoorbeeld longkanker, alvleesklierkanker, maagkanker en huidkanker zijn ook daarmee geassocieerd. Naast kanker geeft alcohol ook leverschade. Daar hebben we als maag-darm-leverartsen veel mee te maken. Kijk, een normale lever die zie je hier afgebeeld. Hier links, dat is zo'n mooie roze lever om het zo maar te zien. En wat er gebeurt als je veel alcohol drinkt, dan ontstaat er vervetting. En dan wordt die lever wordt eigenlijk wat groter dan die normaal zou moeten zijn. En als het maar doorgaat en het blijft vervetten, dan raakt het ook ontstoken. Dat zie je eigenlijk hieronder. En als de alcoholconsumptie persisteert en het blijft ontstoken, dan kan er uiteindelijk een levercirrose ontstaan. En dat is eigenlijk dit plaatje. En dan zie je dat die lever een stuk kleiner is en ook heel onregelmatig. En dan is die lever, die is een stuk stugger ook. En de functies van de lever, die nemen ook af bij zo'n levercirrose. En mensen met een levercirrose hebben een heel hoog risico op het ontwikkelen van levercelkanker. Dat zie je in het laatste plaatje. En die zien we veel op de polykliniek. Die moeten we ieder half jaar vervolgen met onder andere echo en bloedonderzoek om zeker te weten dat dit niet wordt ontwikkeld. En als het wordt ontwikkeld, moeten we daar op ingrijpen. Dit is een plaatje wat ik op internet vond bij www.nuchter.nl. En dat vond ik toch eigenlijk wel een goede dia waarop je niet alleen ziet dat je dus kanker kan krijgen, niet alleen leverschade, maar dat er nog tal van andere problemen worden veroorzaakt door kanker of door alcohol moet ik zeggen. Nou, als je eens even kijkt wat hier allemaal staat, suikerziekte, alvleesklierontsteking, overgewicht, een hoge bloeddruk, bloedarmoede, een maagontsteking, hartproblemen, het houdt eigenlijk niet op. En wat weten we dan nog meer? Als we kijken in de afgelopen jaren worden ongeveer ieder jaar 4500 mensen op de spoedeisende hulp behandeld wegens een alcoholvergiftiging. Dat zijn over het algemeen mannen, of in ieder geval de meerderheid. En 20% is jong. En ieder jaar moet ook ongeveer 8000 Nederlanders moeten verplicht op een cursus nadat ze zijn aangehouden met alcohol op achter het stuur. Nou, wat zijn dan de adviezen? Ik had het net al even laten zien wat het NIA zei. Maar wat is de gezondheid? Wat zegt de Gezondheidsraad? Nou, die zegt eigenlijk nu geen alcohol of niet meer dan 1 standaard glas per dag. En die 1 standaard glas is hieronder nog afgebeeld wat dat dan precies is. En natuurlijk geen alcohol bij zwangerschap. En mocht je nou denken, drink ik niet te veel, dan is er al jaren geleden zijn er 4 vragen opgesteld, de CAGE-criteria. En die kan je aan jezelf stellen of soms stelt de zorgverlener je die ook aan je. En het zijn 4 vragen en die zal ik even doornemen. De eerste vraag is, heb je ooit de behoefte gehad om je drankgebruik te verminderen? Of de tweede, ben je ooit geïrriteerd geraakt nadat er kritiek was op je drankgebruik? Heb je ooit een schuldgevoel gehad ten gevolge van je drankgebruik? Of neem je wel eens een
eye-opener in de morgen. En een eye-opener is dat je een alcoholische consumptie in de ochtend neemt om je zenuwen te bedwingen, om de dag door te komen. En als je twee van deze vragen met ja beantwoordt, dan is er, of meer vragen dus, dan is er al een reden om hulp te gaan zoeken. En die hulp zoeken kan eigenlijk op allerlei manieren. Je kan natuurlijk zelf minderen, je kan online hulp krijgen, of mobiele apps of boeken waar je het in kan vinden. Contact met anderen, de zelfhulpgroepen of de anonieme alcoholisten. En als je denkt dat dit is voor mij allemaal een beetje ingewikkeld, dan kunt u ook altijd professionele hulp zoeken. En dan is het beste om contact op te nemen met uw huisarts. En ik denk dat dat dan bij het einde zijn van deze presentatie. Dankjewel. Zo, wat een verhaal, wat een gevolgen. Ja, nou, ja, ja. Ik denk dat het, heel veel mensen wel ergens door hebben dat het niet goed is. Maar als je dit zo weer op een rijtje zet, dan is het allemaal wel heel, ja. Heel veel. Nou, het is heel veel. Er zijn veel meer negatieve gevolgen dan eigenlijk de positieve gevoel van de euforie. En het gevoel dat de grenzen wat verlagen. Dat is eigenlijk alcohol is toch op heel veel vlakken niet goed voor je. Ja. Vroeger was een beetje het idee, een glaasje rode wijn per dag, dat is goed voor je bloedvaten. Ja. Ja, dat is, er zijn inderdaad echt heel veel, een aantal studies geweest van die wetenschappelijke tijdschriften waarin dan werd gezegd, als je nou één glaasje rode wijn neemt, dan is dat toch eigenlijk heel goed voor dat je een iets minder hoog risico hebt op een hartinfarct. Dat wordt dan ook vaak meteen breed uitgemeten in de media, van één glaasje rode wijn is heel goed voor je. Maar als je alles bij elkaar neemt en dat allemaal, die studies allemaal bij elkaar neemt, dan blijkt dat uit diezelfde studies ook kwam dat ook bij één glaasje rode wijn je meer kans hebt op hartfalen. Bij één glaasje rode wijn je ook meer kans hebt op vaatverkalking. Ook van de bloedvaten rondom je hart, waardoor je uiteindelijk toch weer een verhoogd risico hebt op hart- en vaatziekten. En ook dat hartinfarct, wat aanvankelijk zo groot in de media was uitgemeten, dat juist wel gunstig was. Dus dat is ook overigens bij dementie. Ook gezegd, één glaasje rode wijn, dan is dat niet een positieve factor voor het niet krijgen van dementie. Maar in die studies lijkt ook, en dat is misschien ook wel in die hart- en vaatstudies, dat de mensen die heel veel drinken, weten we zeker, die hebben een verhoogd risico op dementie. En misschien die groepen die mee zijn genomen, die wat minder drinken, hebben ook over het algemeen een wat gezonder leefstijlpatroon. En wellicht is dat de oorzaak dat je dan dus minder hart- en vaatziekten en minder dementie krijgt. Dus het blijft ook één glaasje blijft eigenlijk niet goed. Okay. Denk je dat dan die adviezen ook nog aangepast gaan worden? In Nederland beginnen we daar nu een beetje naar te rijden. Dat verhaal van Amerika was nog. Nou, dat is dus. Nu is het. Vroeger werd er nog niet zo over gezegd, maar het wordt steeds dus meer duidelijk. Dus nu komt de gezondheidsraad ook echt met eigenlijk geen alcohol. Dan maximaal één glas per dag. En het zou mij niet verbazen als dat op de lange termijn nog minder wordt. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Is er nu ook sinds kort wordt er door de gezondheidsraad in Frankrijk wordt gezegd de Fransen mogen eigenlijk ook nog maar één glas wijn. Dat heeft tot heel veel ophef geleid in Frankrijk. Daar is natuurlijk zijn allerlei economische belangen met de wijnlobby die daar is. Dus dat is niet zo, zoals bij ons bij de gezondheidsraad wordt dat zo duidelijk geadviseerd. Daar wordt dat dus nu ietsje minder geadviseerd omdat het tot zoveel ophef heeft geleid. Maar in principe denk ik dat uiteindelijk dat het steeds minder wordt. Eens even kijken, een van de vragen van iemand. Iemand las ergens dat één glas alcohol per week een verhoogde kans geeft op borstkanker. Is dat echt zo? Één glas per week, dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Maar we weten wel dus dat borstkanker, dat alcohol inderdaad een verhoogd risico geeft op borstkanker. Dus de hoeveelheid precies, dat is een beetje lastig. Maar ik denk dat het vooral om gaat als je iedere week een glaasje neemt. En dat is ook vaak, het blijft vaak niet bij één glas. Als je eenmaal begonnen bent, het is misschien een beetje hetzelfde als met het roken, komen er allerlei stofjes vrij waardoor je denkt, ik wil er nog wel één. Dus het heeft het allemaal met elkaar te maken. Of het nou één glas per week is, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Of dat altijd bij één glas blijft en niet toch misschien twee of drie. Ja. Of misschien nog wel meer. Ja. Okay. Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft.